Mijn naam is Engelbert Noes. Leeftijd 35 jaar. Beroep detectieve. Gehuwd. Rooms-katholiek. Geloof en beroep dwingen me oprecht te zijn. Daarom moet ik bekennen dat gehuwd is ook voor mij nieuw. Slechts enkele dagen geleden verzonden wij, Malvine Haftel en ik, kaartjes met Engelbert Noes detectieve en Malvine Haftel, pakketpostambtenares, geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, et cetera, et cetera. Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee een van de eigenaardigste gevallen in de geschiedenis van de criminaliteit verklap. Maar eerst iets over de plaats van het misdrijf, die is zo merkwaardig dat ik u een gedetailleerde beschrijving niet kan onthouden. Het geschiedde in een volautomatische postpakkettendistributieinstallatie, afgekort genoemd Popadie. Wat er in de Popadie is voorgevallen, verneemt u van Frans Hiesel in zijn luisterspel Het Postpakket. Nog even verklappen dat u vooral Bob van der Veeke, Jo Krap en Janine Schevernel zult horen en dat... Op haar gebied is de postpakket... De rest vertelt u Engelbert Noes verder. Popadie. Het grootste en volmaakste distributiebedrijf ter wereld, met een capaciteit van miljoenen, wat zeg ik, van biljoenen pakketten. Ze is niet alleen 19 verdiepingen hoog en 9 kelders diep, ze is tevens onfeilbaar. Op de eerste verdieping laat ze de pakketposttreinen uit. In de overige 27 verdiepingen sorteert ze de pakketten en deponeert ze op rekken die bij elkaar 340,5 kilometer lang zijn. Zelfs postbeambten met grote ervaring kunnen slechts vermoeden waar elk pakket gedeponeerd wordt. Zo ingewikkeld zijn de banen die de pakketten moeten afleggen. Je hebt er transportbanden, liften, hijstoestellen, hefmagneten, foto-elektrische cellen, magnetische draaivelden, radaraftasters, zuigers en nog veel meer vernuftige werktuigen die gecontroleerd en in beweging gezet worden door een computer van het allernieuwste type. Een computer die zichzelf reinigt, zichzelf repareert en regenereert. Een triomf der techniek is ook het ingebouwde snuffelsysteem dat pakketten waarvan de inhoud aan snelbederf onderhevig is, apart opbergt en pakketten met reeds bedorven inhoud naar de postvuilnisbelt brengt. Fascinerend is de geniale inval van de Popadie om er een varkensfokkerij op na te houden, zodat ze profijt trekt van haar eigen afval. Het is schier onmogelijk u dit wonderwerk te beschrijven. Zodra een pakket wordt opgevraagd, haalt de computerbestuurde machine dit aan wie dan ook geadresseerde pakket van waar dan ook uit haar ingewanden vandaan en legt het neer bij een van de 36 loketten. Mijn Malvine zit achter loket 11. Bij de feestelijke opening van de Popadie was een uitgelezen gezelschap aanwezig. Bijna allemaal topmensen. Ik verwelkom meneer de president. Ik verwelkom meneer de burgemeester. Ik verwelkom meneer de directeur van het post- en telegrafiebedrijf. De afgevaardigde van de vakbonden. Meneer de voorzitter van de Vereniging van Touwpakpapier en Etikettenfabrikanten. Ik verwelkom de leider van de actiegroep Post per Spoor en de leider van de protestgroep Veiliger Verkeerswegen. Ik verwelkom de voorzitter der filatelisten. Ik verwelkom... Luistert u nu eens hoe deze grandioze postpakkettendistributieinstallatie, de Popadie, in het begin functioneerde. Alles liep lekker gesmeerd. Vandaag de dag echter... Vandaag de dag echter is ze al een dikkeltje versleten, ook het meest volmaakte verouderd. Maar daar had ik niets mee te maken. Waar ik mee te maken kreeg was de verdwijning van een dame. Ze zou, zo zei men, in het binnenste van de Popadie spoorloos zoek geraakt zijn. Met moeite kreeg ik inlichtingen hierover. Ik heb hazen op het optische instrument. Ik heb 4. Albert Monster, babyartikelen, loket 11.
Ik kom een pakje halen. Jurassu, ik roep u op. Gaat u zitten, u wordt opgeroepen. Opgeroepen? Ik wil eindelijk mijn pakje hebben. Even geduld, mevrouw. Mevrouw Nitsch. Uw reçu zit nu in de computer, mevrouw Nitsch. De papa die ontcijfert het en neemt de noodzakelijke maatregelen. Wij moeten haar de tijd gunnen. Maar u hebt er geen idee van hoe vaak ik al bij u was. Bij mij? En bij uw collega's. Als ik alle loketten heb afgewerkt en bij 36 ben aangekomen, begin ik weer van voren af aan. Overal krijg ik hetzelfde antwoord. Er is geen pakje voor u. Ons bedrijf is punctueel en onfeilbaar. Ik wacht nu al 5 dagen. Ik ken uw naam en die van uw collega's al uit mijn hoofd. Moment. Nee, dit pakket is niet voor u. Fris en welgemoed, tandheelkundige artikelen, loket 10. Nee, dat is bepaald niet voor mij. Hier aftekenen, alsjeblieft. Hoe lang moet ik in godsnaam nog wachten? Ja, wij kunnen niet toveren, mevrouwtje. Als we konden toveren, dan kunt u zich misschien wel voorstellen wat ik voor mezelf zou toveren. Ik ben niet hier om me voor te stellen wat u voor uzelf zou toveren als u toveren kon. Ik zou mezelf 100 jaar terug toveren. Oh. Weliswaar moest een pakketpostbeambte toen alles met zijn eigen handen doen, maar hij kon tenminste de wensen van zijn klanten persoonlijk behandelen. Mijn wens is heel eenvoudig. Een pakje? Het zou ook niet gek zijn mezelf met mijn collega van loket 11 ergens heen te toveren. Is ze niet lief? Ja, heel lief. Zover ik het kan beoordelen. Ze heet Malvine. Ah, is dat mijn pakje nu? Nee, onze papa die reageert niet op uw reçu. Wat moet ik dan doen? Neemt u het reçu maar weer mee. Maar mijn pakket? Ja, ik kan er niets aan doen. Ik ben afhankelijk van de papa die... Wij zijn tegenwoordig nu eenmaal niets anders meer dan de laatste schakel in een machine. Een armzalig schakel. Och, juffrouw, geeft u me mijn pakje. Uw reçu? Ik roep u op. Het komt uit Australië per luchtpost. Het weegt 143 gram, de verpakking meegerekend. Die weegt 135 gram. Maar 8 gram inhoud? Van mijn zoon. Hij stuurt elke maand een pakje. Papieren vogeltjes. Hij knutselt ze zelf. Er is bijna geen plekje meer vrij aan mijn zoldering. En dat fladdert naar en zingt. Zingen ze ook? Oh, wat leuk. Ja, hoor. En in elk pak zit ook nog een pitje. Een appelpit of een sinaasappelpit of een andere pit. Die zaai ik. Potplanten zijn in het huis waar ik woon niet verboden. En het groeit maar, het groeit. Ja, het woekert gewoon. Mijn kamer is net een oerwoud, een Australische wildernis. Nee, toch. Daarom doe ik nooit open voor niemand. Ik laat niemand binnen in mijn paradijs. Oh, mijn pakje. Nee, uw reçu is teruggekomen. Hier, alstublieft. Maar waar is mijn pakje? Onze papa die heeft het niet kunnen vinden. Weggeraakt? Ja, als dat zo is, zeg het me dan. Uitgesloten, mevrouw. Het is volkomen uitgesloten dat hier iets wegraakt. Komt u een deze dagen maar eens langs. Gebroeders Kalkoen. Verbodlode, lokaal 13. Ik wil mijn pakje hebben, meneer Boeriaan. Nu direct. U reçu. Alsjeblieft. Ik roep u op. Nee, nu moet u eens goed naar me luisteren. Ik heb het reçuutje de 5e ontvangen. Ik ben direct met de tram hier naartoe gekomen. Vandaag is het de 9e. Ja, het eten hier in de kantine is niet slecht. Maar iedere dag hetzelfde. 'S Ochtends, middags en 's avonds warme worstjes. Ik heb recht op mijn pakket. Zeker, mevrouw, zeker. Begrijpt u me nou toch? Ik begrijp het best. Maar ik kom hier al jaren. Er zijn nog nooit moeilijkheden geweest. Wel dan. Waarom wint u zich op? Een ogenblikje, mevrouw. Nee, ach, niet voor u. Lever en zouten, NV, aquariumbenodigdheden, loket 12. Kunt u niet eens informeren, meneer Boeriaan? Geduld, mevrouw, geduld. Misschien komt het nog, dat pakje van u. Ja? Nee, nog niks voor u. Hier is uw reçu terug. Lever en zouten, NV, loket 12. Meneer Boeriaan, ik heb dat reçu toch ontvangen. Het pakje moet dus aangekomen zijn, nietwaar? Inderdaad. Lever en zouten, NV, waar blijft u nou? Maar waar uw pakje ligt, op een van de 28 verdiepingen, dat weet alleen de papa die. Maar luister eens... Ik verzeker u, uw reçu is eerder vervals dan dat de papa die een fout maakt. Geef u mij de microfoon. Laat uw microfoon met rust. Geef hier mijn microfoon, mevrouw Nietzsche. Schande.
U vergrijpt u aan openbaar bezit. Ik kan u ervoor laten verwijderen. Is mijn pakje nog in uw papa die, ja of nee? U ziet toch dat het er niet uitkomt. Nu dan. Kom morgen nog maar eens langs. Bedankt voor de inlichting. Ik ga nu zelf... Oh, mevrouw niet. Mevrouw niet hier blijven. Dat is verboden weg van die transportbank. Oh, in Zemels naam, het is streng verboden. Tot ziens, meneer Voorjaar. Tot ziens. Na de gewaagde sprong van Hermine Nitsch naar het binnenste van de Popadie, werd ik met het onderzoek van deze zaak belast. Die eervolle opdracht had ik ten eerste te danken aan mijn bekendheid als speurder, ten tweede aan mijn kwaliteiten als transformatiekunstenaar. Ik bezit alleen al 171 verschillende valse baarden. Hierdoor won ik het grenzeloze vertrouwen van Frans Jozef Pomp, hoofd van de directie van de Popadie. Pomp heeft, onder ons gezegd, slechts een representatieve functie, daar de papa die zelf de hele leiding in handen heeft. Ze commandeert en controleert immers zichzelf. Pomp liet de employés Malvina Haftel, ach, Malvina, Stefan Tutter en Leopold Burian op zijn kantoor komen om van hen te horen hoe die sprong van Hermine Nitsch zich precies had toegedragen. Met het oog op de noodzakelijkheid een dergelijk gebeuren dat de papa die zou kunnen schaden voor het publiek geheim te houden. Aanwezig was ook nog Adam Pisa van de opsporingsdienst der posterijen. Een van die vastbezoldigde snuffelaars die volmaakt ongeschikt zijn om het recht te dienen. Ook ik was aanwezig in een archiefkast. Natuurlijk met medeweten van de directeur. Om niet alleen te kunnen luisteren, maar tevens de gang van zaken te kunnen observeren, had ik met mijn zakboordje een gat in de kastdeur gemaakt. Dit gat en mijn hartstocht voor sigaretten van het merk Alpha X Filter waren bijna mijn ongeluk geworden. Ja, vertelt u eens, meneer Burian. Wat is er precies gebeurd met die zekere mevrouw Nitsch? Wel, ze is door het loket gesprongen, meneer Pomp. Ze is op de transportband gaan zitten en... Weg was ze. Verdwenen in de remisetunnel. Een sprong door het loket, dat is acrobatiek. Ik weet wat u denkt, die man fantaseert. Maar ik verzeker u, ik heb geen fantasie, geen greintje. En dat niet alleen omdat ambtenaren van de papa die geen fantasie hoeven te hebben. Nee. Maar wat ik zie, dat zie ik. Meneer Burian, laten we ons op de doorslaggevende vraag concentreren. Is mevrouw niets gesprongen of is ze niet gesprongen? Welke informaties hebt u ingewonnen, meneer Pisa? Volgens de mededelingen van het bevolkingsregister bestaat deze Hermine niets. Ze is een ietsje over de 60. Nu hoort u het, ze bestaat. Haar huisarts vertelde me dat ze weliswaar psychisch een knoop heeft, iets of wat labiel is. En zoals men dat noemt, onder leed gebukt gaat. Maar dat ze fysiek nog bijzonder kras is. Fysiek bijzonder kras. Over de 60, meneer Ze schijnt 20 jaar geleden nogal wat zilveren bekers gewonnen te hebben. Met hordenloop en speerwerpen. Hordenloop en speerwerpen. Hoort u dat, meneer Pomp? Psychisch een knoop, meneer Boeria. Zeg nu ook eens wat, Malvine. Je moet toch gezien hebben dat mevrouw niets door mijn loket sprong. Maar hoe kan ik iets gezien hebben als zelfs de papa die niets buitengewoons heeft gemeld? Maar je hebt het dan toch wel gehoord? Wat gehoord, Burian? Maar die gil. Ze heeft mijn microfoon misbruikt. Ze schreef om hulp. Ja, die schreeuw kan ik bevestigen. Niet de sprong. De papa die gunt me geen tijd om op het loket naast me te letten. Helaas. En jij, Toeter? Ik? Je hebt het dan van Malvine gehoord. De papa die gunt ons geen tijd om rond te kijken. En als ik even de tijd heb, dan kijk ik niet naar links waar Burian zit, maar naar rechts, naar het loket van Malvine. U zult me wel begrijpen, nietwaar, meneer de directeur? Wat een charme. Iedere beweging van haar handen en haar benen en haar... Dus u kunt niet getuigen dat Hermine niets de papa die binnengedrongen is? Nee. Staat u mij toe, meneer Pomp, de zaak kort samen te vatten? Natuurlijk. Meneer Burian. Ja? Uw collega's hebben de sprong van de oude vrouw niet waargenomen. De papa die zelf meldt geen inwendige storingen. Blijft u desondanks bij uw verklaring? Ja. Zo waar ik hier zit, ze zit in het binnenste van de popadie. Beste meneer Burian, bent u zich bewust van wat u daar beweert? U trekt de betrouwbaarheid van de popadie in twijfel. Het is volstrekt onmogelijk dat een postpakket verloren gaat. En dus hoogst onwaarschijnlijk dat een geadresseerde spoorloos verdwijnt. Ik zie daarom geen enkele reden tot ongerustheid.
Misschien ben je overwerkt, Boerjaan. Neem een paar snipperdagen, rust wat uit. De opsporingsdienst der postrijen, Nippond, is natuurlijk toch verplicht, indien er twijfel bestaat, een reddingsactie te ondernemen. Een fout aan te nemen in de werkwijze van onze poppa, die is uiterst gewaagd, beste meneer Pisa. Een dergelijke insinuatie is ook voor de opsporingdienst der posterijen niet ongevaarlijk. U brengt hiermee een voor de maatschappij belangrijk bedrijf in discrediet. Persoonlijk zou ik hier ook graag buiten willen blijven, meneer Pomp. Maar onze voorschriften, de dienstvoorschriften, dwingen mij tot een zekere zorgvuldigheid. Oh, daar schiet me iets te binnen. Mevrouw Nietzsch kwam die dag aan mijn loket. Aha. Ja, ze zei... In het pakje dat ze kwam afhalen, zaten papieren vogeltjes. Ja. Papieren vogeltjes? Ja. Alsjeblieft, laat haar uitspreken, meneer Toeter. Iedere aanwijzing kan van nut zijn. Ze zei dat die papieren vogeltjes uit Australië kwamen. Haar zoon knutselt ze. Hij stuurt ze elke maand en ook een pit. En die vogeltjes zweven aan haar zoldering... En zingen verrukkelijk, zegt ze. Zo'n papieren vogel. En de pitten zaait ze in potten. Haar kamer is in wildernis, bijna helemaal dichtgegroeid. Ontroerend. Papieren vogel. Ja, ze maakt wel een vreemde indruk. Dat geef ik toe. Juist. Daarom kunt u me geloven als ik u verzeker dat deze krankzinnige oude vrouw met één sprong op de transport... Maar wil u me nu heus wijs maken dat een vrouw van over de 60 zich in levensgevaar begeeft om in het bezit te komen van speelgoed? Ja, dat is te belachelijk, meneer Boerjaan. En voor u, beste Pisa, is nu wel het definitieve bewijs geleverd dat deze Hermine Nietzsche zich niet in onze machinerie bevindt. Houdt u mij toch goede, meneer Pomp? Tot nu toe is niets bewezen nog meer laag. Meneer Pomp, uw klerenkast. Wat? Uw klerenkast staat in brand. Oh, meneer. Dat is ten eerste geen klerenkast, maar een geheime archiefkast. En ten tweede staat hij niet in brand, er komt alleen maar rook uit. Oh, rook is meestal brand. Ja, de brandweer. De brandweer. Geef me het brandblusapparaat. Wil ik, meneer de directeur. Nee, geef mij het brandblusapparaat. De inhoud van deze kast is zo geheim dat alleen ik tot blussen bevoegd ben. En toen gebeurde wat ik daarnet al heb aangeduid. Frans Joseph Pomp bluste me. Ja, dat wil zeggen, hij spoot zoveel schuim door het kijkgat... dat niet alleen mijn sigaret uitdoofde, maar ook ik bijna. Ik dank u voor de inlichtingen, juffrouw en meneer. U kunt weer aan het werk gaan. Tot ziens. Tot ziens, meneer directeur. Gelukkig maakte Pomp een einde aan de bespreking... Denk eraan goed opletten of er reacties komen uit de installatie. Ja, anders had ik mijn geheime observatiepost onder de ogen van de aanwezigen moeten verlaten. Maar het ging om de poppadie, niet om mij. Een detective moet vaak lijden. Hoe beter hij is, hoe meer hij moet lijden. Het ging om de eer van het grootste postpakkettendistributiebedrijf van de wereld. Een catastrofe als die Hermine niet zich werkelijk in de machinerie bevindt. Pisa rust niet tot hij erachter is. We moeten hem voor zijn, meneer Pomp. Maar hoe? We moeten eerst te weten komen of Malwine en Toeter die sprong door het loket werkelijk niet hebben gezien of niet hebben willen zien. Ik zal me verkleden als iemand die een pakje wil versturen. Zo kom ik allerlei te weten. Beeldschone loketisten... Luister naar mijn teder gefluister. Verdenkt u mij ervan dat ik me vermomd heb? U? Wel, nee. Uitstekend, uitstekend. Dan kan ik een paar onschuldige vragen tot u richten. Ik antwoord graag op vragen. Vooral als ze onschuldig zijn. Hebt u wel eens... Ja? Officieel of heimelijk? Wat? De postpakkettendistributieinstallatie betreden. Pardon? Bent u ooit in dit onderaardse labyrint geweest? Maar meneer, onze installatie is volautomatisch. Wat zou ik daar moeten doen? Is er misschien iemand uit uw onmiddellijke omgeving die wel eens het labyrint is ingegaan? Dat is streng verboden, meneer. Kunt u zich desondanks voorstellen dat iemand, bijvoorbeeld een oudere dame, denkt u goed na? Hoe komt u erbij? Dan had ik het toch al lang gemeld. Niet gezien dat de transportband haar meenam? Hoe durft u, meneer? Ik laat me veel van de mensen welgevallen, maar deze verdachtmaking gaat te ver.
Wie zich van een verdenking probeert vrij te pleiten, heeft boter op zijn hoofd. Dat is een oeroud criminologisch gezegde. Terwijl ik mij afwendde van de verleidelijke Malwine, maakte ik in gedachten hiervan een notitie. Met behoedzame onopvallendheid naderde ik nu het loket van Stefan Tutor. Ik wou u vragen dit pakje te verzenden. U wilt mij vragen of ik een oudere vrouw heb gezien die onze postpakketteninstallatie onbevoegd heeft betreden. Hoe bestaat het? Inderdaad, dat wou ik u vragen. Ik geef u geen antwoord. En als u mijn collega Walwine nog een keer lastig valt, krijgt u met mij te doen. Wie dreigt, heeft iets op zijn kerfstok. Een oeroud criminologisch gezegde. Bovendien was het voor een leek al zo klaar als een klontje dat het bij deze twee om een geheime afspraak ging. Maar waarom? Waarvoor? Seksuele aantrekkingskracht? Deze overweging prikkelde mijn jaloezie voor het eerst van mijn leven zodanig dat ik het in een bepaald lichaamsdeel voelde. Malwine. Maar even later kon ik me ervan overtuigen dat er geen liefde in het spel was. Ik hield loket 10 en 11 scherp in het oog, ditmaal verkleed als Indiër. Een oeroud criminologisch gezegde luidt namelijk: hij die opvalt, staat nooit onder verdekking. Toeter, ik heb een lach gehoord. Wie heeft er gelachen? Het komt uit de machine, heel duidelijk. Geen twijfel mogelijk. Wat ben je charmant als je je opwindt, Malwine. Nee, serieus. Hermine Nietzsche heeft gelachen. Kom, vergeet die Hermine Nietzsche nou maar. Lach jij eens tegen me. Luister dan toch. Zal ik haar roepen? Ja? Wacht. Mevrouw Nietzsche. Hallo. Mevrouw Nietzsche. Heb je het nu gehoord, Toeter? Ze lachte weer. Wat kunnen we doen? Een heleboel wat bijzonder plezierig is. Maar hoor je het nu? We moeten direct iets doen. Dat vind ik al lang. Om te beginnen gaan we straks samen eten. Voor mevrouw Nietzsche bedoel ik. Oh, misschien lacht ze omdat ze haar vogeltjes heeft gevonden. Zeker, wie vindt wat hij zoekt, lacht van plezier. Wij tweeën moeten ons plezier eerst zoeken, dan vinden. Maar help me dan toch. Vraag. Wat kan ik voor je doen? Getuigen dat je haar in de machine hebt horen lachen. Oh nee, dat doe ik niet. Maar dus de waarheid? Ik kan Boerjan niet uitstaan. En als ik zeg dat ik het lachen heb gehoord, kan ik de sprong door zijn loket ook niet meer negeren. Je hebt het dus gezien? Natuurlijk, fantastisch voor zo'n oud mens. Oh jij, als je denkt dat ik met jou ga eten. Een kleine 2 uur later, toen ik verkleed als schoorsteenveger bij de loketten kwam, merkte ik dat Malwine voor Toeter niet meer te spreken was. Malwine? Boerjan, zeg tegen Toeter dat ik hem niet hoor. Toeter, ze zegt dat ze je niet hoort. Maar het is erg belangrijk. Hij zegt, het is erg belangrijk. Zeg hem, dat ken ik, wat hij belangrijk vindt. Dat kent ze al, wat jij belangrijk vindt. En laat er nu verder buiten. Ik ben postbeambte, geen doorgeefkast. Het is sensationeel. Hij zegt iets van sensationeel. Oké, dan luister ik in mijn eentje naar het gezang van Hermine. Malwine, Hermine zingt. Zingt? Binnen in de machinerie. Ik heb toch gelijk. Toeter hoort het ook. Waarachtig. Dan niet. Kunt u ons horen? Geef antwoord! Mevrouw Nietzsche, antwoord! Waar zit u? Ik ben Boerjan, van loket 12. Heb je iets nodig? Heb je honger of dorst? Kom op mijn stem af! Loop hier naartoe! Die idioot, hoe moet ze nu lopen? Ik zal papieren vogels voor u maken, zoveel u maar wilt! Elke week 5 papieren vogeltjes. Toe komen, mevrouw Nietzsche. Afgelopen. Nu moet Pompels wel geloven. 3 getuigen. Jullie bevestigen het toch? Natuurlijk. Gauw de loketten sluiten. En jij, Toeter? Ja hoor, Boerjan. Ik ook. Je kunt zoiets toch niet aan horen zonder medelijden te krijgen. Zelfs onder diensttijd krijg je medelijden als je dat hoort. Dat moeten we Pompa zijn verstand brengen. Ik spurte door de hal. Men heeft mij later verzekerd dat niemand ooit een schoorsteenveger zo heeft zien spurten.
zoefde in de lift naar boven en blokkeerde de lift met een haarspeld, opdat het opgewonden drietal me niet bij pomp voor zou zijn. Ik wou rustig de tijd hebben om een opdrachtgever in te lichten over de sensationele wending in de zaak Hermine Nitsch. Hij ontving mij met een somber gezicht. U weet het al. Wat? Onze machinerie meldt glasschade. Ze heeft scherven van flessen uitgeworpen. Van flessen? Bordeauxwijn. Bedoelt u dat Hermine Nitsch drinkt? Hebt u me dat horen zeggen, meneer Noes? Diefstal van postgoederen. Er worden merkwaardig genoeg ook postpakketten vermist waarin blikjes groente en kompot zitten. Tevens textiel en kaarsen. Handgedraaide kaarsen uit bijenwas. De papa die zegt er bereid zich over deze verliezen heen te zetten, zolang het bedrijf zijn prestige niet verliest. Dat betekent, mevrouw Nitsch moet verdwijnen. Verdwijnen? Ja, uit de hoofden van de employés en als het kan uit de wereld. Kunt u me volgen? Wat is er aan de hand? Ik had geen tijd meer pomp op de hoogte te stellen. Ik kon nog net in de geheime kast glippen en de deur achter me dichttrekken voor de drie anderen binnenstormden. Meneer Pomp, er wordt in onze machine gezongen. Gezongen? In onze machine? Des te beter. We kunnen het bezweren, alle drie. We hebben het alle drie gehoord. Daarmee is het bewijs geleverd. Welk bewijs is geleverd, meneer Boriaan? Dat mevrouw Nitsch zich inderdaad in onze machine bevindt. Er wordt gezongen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Onze machine zingt. Ze is nu eenmaal een wonder. Waarom zou ze niet kunnen zingen? Het was de stem van Hermine Nitsch. Dat bewijst niets, juffrouw. Daar onze installatie zichzelf en volautomatisch programmeert, is het in het geheel niet uitgesloten dat het gezang slechts klonk als dat van mevrouw Nitsch. Uitgesloten, meneer Pomp. Niets is uitgesloten. Maar laten we aannemen dat u gelijk hebt en dat het mevrouw Nitsch is die zingt. Dan is het alleen maar een bewijs dat het daar goed gaat, dat ze zich lekker voelt en blijkbaar zeer opgewekt is. Dat is mogelijk. Maar wat gaan we nu doen? In ieder geval geen overijlde maatregelen nemen. Daar is geen enkele reden voor. Mevrouw Nitsch is in een allerbeste stemming, dat bent u toch met me eens? U geeft dus toe dat mevrouw Nitsch in onze installatie zit? Ik geef niets toe. Vermoedens, wat vage aanwijzingen. Nee, alsjeblieft, beste mensen. Het gaat hier uiteindelijk om veel en veel meer. Om de naam van ons bedrijf. En dat raakt ook uw existentie. Laten we onze solidariteit niet uit het oog verliezen. Daar heeft onze installatie, die enig in haar soort is, recht op. Laten we handelen zoals ik het van u, zoals de papa die het van u verwacht. Laten we deze Hermine niets vergeten. Doodzwijgen? Nee. Vergeten, verder niets. Dan zal het bestuur van de papa die niet vergeten dat u vergeten hebt. U bent een onmens! Marvine! Meneer directeur bedoelt alleen zwijgplicht, absolute zwijgplicht. Geen woord naar buiten. Goed zo, meneer Toeter, u begrijpt me. U begrijpt de papa die. Wie heeft er iets aan als de pers er zich gaat mee bemoeien? Och, ik heb mij altijd aan het beroepsgeheim gehouden. Ook ik kan zwijgen als het moet. Ik laat Hermine Nitsch niet in de steek. Ik zal haar verzorgen, zo goed als ik kan. Hoe ik dat doen moet, weet ik nog niet, maar er schiet me wel iets te binnen. Dat verbied ik u, juffrouw. Dat is streng verboden. Dat ik me over iemand ontferm? Daar hebt u, meneer Pomp, en de hele papa die niets mee te maken. Luister eens goed, juffrouw. U beweert dat een mens zich in onze postpakkettendistributieinstallatie bevindt. Als dat zo is, volgt hieruit dat deze mens zowel mens is als poststuk. Een contradictio in terminis, nietwaar? Het liefst had ik mijn schuilplaats verlaten om de dwaze, maar dappere Malvine bij te staan. Maar daar ik op dat ogenblik schoorsteenveger was, kon dat natuurlijk niet. Bent u het met me eens, juffrouw? Mens zijn en tegelijkertijd poststuk is een onmogelijkheid. En daarom, Hermine Nitsch bestaat voor ons niet. In ieder geval niet als mens. Maar ik geloof dat je het menselijke toch niet eenvoudig zomaar... Uw geloof is uw privé-aangelegenheid en het menselijke eveneens. Door onze machine hebben we 200 man personeel kunnen ontslaan.
U bent, en ook deze beide heren zijn, te vervangen. En dan nog iets. Als wij Hermine niets willen zoeken, moeten we onze machine stopzetten en demonteren. Ik zie het al voor me. Duizenden pakketten die blijven liggen. Een berg van pakketten die steeds hoger wordt. Zo hoog als de Mont Blanc. Een zandvloed. Meneer Pomp heeft gelijk. We hebben 10 jaar nodig gehad om deze installatie te bouwen. We zullen 10 jaar nodig hebben om haar af te breken. Reken dan nog 10 jaar bij om de installatie weer in elkaar te zetten. In zijn geheel dus 20 jaar. Zal onze nationale economie een dergelijke catastrofe ooit te boven komen? In over 20 jaar is onze machine verouderd. En als we Hermine Nitsch helemaal niet vinden... Of als ze dood is... Ze is niet dood, ze leeft! Als directeur en als collega vraag ik u... wie kan deze verantwoording op zich nemen? Ik! Ook bij u zou gemeenschapszin voor eigenbaat moeten gaan, juffrouw. Helaas was de lucht in de kast zo muf... dat ik overmand werd door slaap... zodat ik de rest niet meer hoorde. Meneer Noes. Meneer Noes. Wat doet u nu? Ik verzamel krachten, meneer Pomp. Ik hoop dat u nu genoeg kracht hebt verzameld om u in het binnenste van onze poppadi te begeven. Natuurlijk. Wat moet ik daar doen? Mocht u mevrouw niets vinden, dood of nog levend, doe dan met haar wat goed voor haar is. Mocht u haar niet vinden, dan zult u daar geen spijt van hebben. Daar geef ik u mijn woord op. Een uitspraak als van een orakel. Niet te ontcijferen. Moest ik Hermine Nitsch nou terugbrengen of niet? Als ik haar in de poppa die vond, dood of nog levend. Om mezelf door de machine overal heen te laten transporteren waar ik naartoe wilde... nam ik een stapel adreskaarten en etiketten mee, verder een ballpoint, een zaklantaarn en een paar ponskaarten om me te kunnen laten terugtransporteren naar de lokettenhal. Te middernacht stapte ik, enigszins angstig, doch met goede moed, op de transportband. Hop! Naar Australië. Daar zal Hermine Nitsch wel zitten. Donker. Verdraaid donker. Oeh, een lichtstraal. Dat is gevaarlijk. Van horizontaal naar verticaal. Waarschijnlijk een lift. Gevaarlijk, levensgevaarlijk. Ja. Hé, een laserstraal. De laatste uur is geslagen. Met een spooktrein naar de onderwereld. Oh. Ja. Goed. Nou, als ik geen detective was, dan zou ik bang zijn. Hello!
Bent u mevrouw Nietzsche? Ik kom! Het gaat niet. Ik loop tegen de band in! Ach, de band loopt naar de verkeerde kant. Hij loopt naar de verkeerde kant. Ik blijf steeds op dezelfde plaats. Ik doe mijn best. Waar bent u? Vluchtadres. Welke afdeling? Welk depot? Chili, Zuid-Amerika. Zo, nu ben ik geadresseerd. Je kan de installatie bewijzen wat ze waard is. Mevrouw Nietzsche. Hermine Nietzsche, zei zij. Dag, mevrouw Nietzsche. Ja, het is nacht. Ja, het is hier hoe dan ook donker, maar gelukkig, ik heb kaarsen. Wat doet u hier? Ik ben Engelbert Noes, detectief. Ach, zo, meneer Noes. Komt u een beetje dichterbij? Gaat u zitten, hier, naast me op die trek. Dank u. Zoekt u ook een pak, meneer Noes? Ik zoek u, mevrouw Nietzsche. Mij? Dat is interessant. Ik kom u redden. Wat aardig van u. Maar waarvoor wilt u me redden? Het gaat me prima. Ja, dat verheugt me. Ik bedoel, dat verheugt de papa die. Maar toch, mijn lieve mevrouw Nietzsche, moeten we nu verstandig zijn en ons vlug uit deze gevaarlijke situatie laten wegtransporteren. Oh, gevaarlijk? Maar hoe komt u daarbij? Ja, u hebt natuurlijk al wat meer ervaring dan ik met deze machine. Oh. In deze onderwereld. Maar fijn vind ik het hier nog niet bepaald. Je hebt hier alles wat je maar kunt wensen. Ik kan het je hier van harte aanbevelen. Alsjeblieft, gaat u nou mee. Ik denk er niet aan. Niet voor ik mijn pakje heb gevonden. Dat is heel belangrijk voor me, weet u. Van mijn zoon uit Australië. Oh, maar dat is geen probleem. Daar kunnen we in een paar minuten zijn. Meent u dat? Ik heb al zoveel werelddelen ontdekt. U hebt er geen idee van hoe opwindend dat is. Steeds van de ene transportband op de andere. Ja. Maar in Australië ben ik nog niet verzeild geraakt. Nou, maar niets is eenvoudiger. Een etiket voor u en een voor mij. En daar schrijf ik op, Australië. Nog niet, alsjeblieft. En waarom niet? U wilt toch naar Australië? Oh, er is geen haast bij. Dat pakje is op het ogenblik niet zo belangrijk, hoor. Nu snap ik u niet meer. Wat moet ik hier met papieren vogeltjes doen? U moet ze mee naar huis nemen, natuurlijk. Maar ik ben net begonnen de wereld te ontdekken. Ja, dit is heel gevaarlijk en streng verboden. Ik blijf hier. U komt mee. Ik blijf hier. U komt mee. Ik denk er niet aan. We halen uw pak met vogeltjes. Ach, wat. Die vogeltjes zijn maar dode dingen, dat weet ik al lang. Maar ik had thuis zo weinig afwisseling. Hier is alles echt, hier leef je. Kom, ga maar eens mee. Ja, maar, kom! Daar boven, ja. Net roltrap. Maar mevrouw Nietzsche. Kom, niet bang zijn, u moet ontspannen. U hebt toch wel eens op roltrap gestaan, hè? Ja, maar, godsnaam. Vooruit, kom, meneer Noes. Ja. Daar gaan we. Ja. Ziezo, hier zijn we in Brazilië. Ja. Goed dat u een zaklantaarn hebt meegebracht. Kaarsen gaan uit met de tochten. Kijk, al die vreemde namen. Per
Pernambuco. Bahia, Vittoria. Ai, Maria. Maria van Bahia. Bahia en Vittoria. Ik heb altijd naar Brazilië gewild. Oerwoud, apen, papegaaien, krokodillen, slangen. Er zullen toch geen slangen in deze pakjes zitten, dood of levend. Of misschien kleine krokodilletjes, die zijn zeker snoezig. Niet. En ik zou ze voor de kinderen in mijn straat kunnen meenemen, om in het bad te laten zwemmen. Dat mag niet, ze zijn niet van u. Oh, dat kan me niks schelen. Sinds ik hier ben, kan het me niet schelen van wie iets is. Ik neem uit ieder land een pakje mee. Ja. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, zomaar als souvenir. Jammer. En wat er niet allemaal in die pakken zitten, het meeste kan ik goed gebruiken. Ja, maar mevrouw Nietzsche. Dat pak daar. Eh? Oh, dat ziet er interessant uit. Dat moet ik hebben. Ja, maar... Dat grote. Ja? Help me even, want het is verschrikkelijk zwaar. Ja, geeft u maar hier. Ik neem het wel. Ja. Maar onder protest, hè? Oh, kalm nou. We maken het straks wel open. Ja. Eerst gaan we naar een ander werelddeel. Vooruit. Geef uw hand. Ja, maar... Overstappen. En vergeet het pad niet. En ik heb het vast. Vooruit. Ik heb het vast. Verrijden. Gaan we naartoe. Jij, Maria. Maria, Maria. Om eerlijk te zijn, eerst ging ik op al haar avontuurlijke wensen in om haar te kunnen beïnvloeden en haar mee naar huis te krijgen. Maar ik moet bekennen dat het heen en weer gereis met deze geëxalteerde oude dame me steeds beter beviel. Door de adreskaarten en etiketten die ik bij me had, overigens een geniaal idee van me, was het reizen veel makkelijker dan toen mevrouw Nietzsche het nog in haar eentje deed en zomaar her en der gestuurd werd. Nu konden we, door onszelf te adresseren, ons doel uitkiezen. Waar zijn we niet overal geweest? Canada, Ethiopië, Israël, Finland, Pakistan, Tibet. Maar heel merkwaardig, naar Australië wou ze niet. Ik probeerde haar en mij heimelijk etiketten op te plakken waarop ik Australië had geschreven. Ze merkte het direct. Het was de enige keer dat ze agressief en boos werd. Als Hermine niet een vrouw, maar een man was geweest, had ik korte metten met haar gemaakt. Maar bij een dame, en dat was ze van top tot teen, doe je dat niet zo gauw. Bovendien ben ik in hart en nieren democraat en van democratisch standpunt uit gezien had Hermine Nietzsche recht op haar woonplaats zelf te kiezen. Waar die ook zijn mocht, ook in het binnenste van de Popadie. Toch was Hermine, dat kon ook niet anders bij een dergelijk karakter, geenszins volmaakt tevreden. Zeg eens, een beetje meer kleur hadden jullie het hier wel kunnen geven. Bijvoorbeeld, ieder werelddeel een andere kleur. Dat moet je eens zeggen. Ja. En er zijn geen wegwijzers. Hè. Nu hebben we etiketten. Maar voor u kwam, wist ik nooit waar ik belanden zou. Maar reist u dan aan één stuk door? Oh, wel nee. Ik heb een gezellige woning. Een gezellige... Dat is hier... Als u zich fatsoenlijk gedraagt, mag u op bezoek komen. En waar ligt die woning? Nou, dat weet ik niet. In welk werelddeel? Welk land? Welke stad? Ik weet het echt niet. Wat moet ik dan op het etiket schrijven? Oh, niets. Kijk, het ging zo. Hè. Toen ik het eerste pakje openmaakte, werd ik ineens beetgepakt, opgetild en met pak en al op een transportband gezet. Oh, wat ben ik toen geschrokken. En verder? Opeens was ik in een ruimte waar alleen beschadigde pakketten lagen. Begrijpt u? Nee. Maar het is toch heel eenvoudig. Ik woon in het depot voor beschadigde pakketten. Dus wat moet je doen om er te komen? Ja, hoe weet ik dat nou? Een pakket beschadigen. Het adres eraf scheuren. Zo. Eens proberen. Nu dan. Daar gaan we. Ja, maar... Kom, naar huis. Ja, maar... Joehoe. In gods. Kom maar mee vooruit. Kom. Ja. Bijna hoor, we zijn er bijna. Nog eventjes geduld. Ja, maar hoor. Een lift voorbij. En nog een beetje naar daar. Ja, joehoe.
Zeg. Ja, dat moeten we ook nog passeren. Ja, ja. Ja, ja. Ik zit allemaal niet weten. Hier woon ik. Wat doe ik met uw pakjes? Ah, zet ze maar neer, hè. Ja. Jongens, jongens, wat ziet het er hier uit? Vreselijk. Vreselijk? Ja. Nou ja, mooi is het niet, maar gezellig. En praktisch. Tja. Ik krijg hier alles wat ik nodig heb. Ja, wat een rommel, wat een rommel. Al die kistjes en die pakken en houtwol. Nou, hoe houdt u het uit? Oh. Oh. Het fruit dat er ligt, hè, dat stinkt morgen een uur in de wind. Dan is het hier niet meer. Nee? Nee, één keer per dag wordt er opgeruimd. Dan gaat die linkerwand open. Hm? En de rechterwand schuift de hele bliksemse boel naar buiten. Ergens heen. Maar grote genade, dan worden we platgedrukt. Dat dacht ik eerst ook. Maar geen paniek, hè, geen paniek. De schuivende wand blijft onder dat regaal daarboven. Ja. En op dat regaal woon ik met mijn pakjes. Oh. Daar kan ons niets gebeuren. Je waarste roversnest. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Hè. Blikjes groente, zeep, ja. Parfum, wat? Ondergoed, kaarsen, een radio. Ja, batterijen voor de radio heb ik nog niet, maar morgen is er weer een dag. En dat hebt u allemaal bij elkaar georganiseerd. Ja. Ja, met spijt me, mevrouw Nitsch. Dat kan ik niet goedkeuren. Nou, dan keurt u het maar af, hè. Ik ga eens kijken wat er vandaag allemaal zoal binnengekomen is. Ja. Wat ruikt dat lekker, zeg. Wat. Oeh, appels. En hier? Saucisson de Boulogne. Oh, dat is... En wijn? Ja. Chianti. Ik heb dorst. U ook? Hm? Wow. Voilà. Oh. De hals eraf slaan, dat is de vlugste manier, zei mijn zoon altijd. Maar dat mag u niet doen. Hebt u dan een kurkentrekker bij u? Ja, maar... Hier vooruit. Drink. Op je gezondheid. Ja, op uw gezondheid wil ik best drinken, maar weet u wel wat u doet? Daar kunt u een paar jaar de bak voor in. Oh ja? Natuurlijk. Ze hebben mij mijn pak uit Australië niet gegeven. Dus, ik moet het halen. Ja. Dus, de posterijen moeten voor mijn onderhoud op reis zorgen. Daar zat iets in. En moest niet ook ik in dienst van de posterijen ervoor zorgen dat ik op krachten bleef? Dus at ik en dronk ik geef het toe, van de gestolen postgoederen. Overigens kon ik een gevoel van triomf niet onderdrukken. Ik had mevrouw Nitsch weliswaar nog niet teruggebracht, maar ik had haar dan toch maar gevonden. In ieder geval had ik een deel van mijn opdracht vervuld. En meneer Pomp had gezegd, mocht u haar vinden, dood of levend, doet u dan wat goed voor haar is. Ze leefde nog. En hoe? Maar het menu dat ze samenstelde was afschuwelijk. Alles uit blik. Gelukkig kwam er de volgende dag een dienblad in ons depot aan, waarop de verrukkelijkste spijzen stonden. Champignonsoep, roastbeef met verschillende verse groenten, remouladesaus en rijstpudding na. Van Malwine natuurlijk. Mijn allerliefste Malwine had kennelijk haar belofte gehouden en dit blad op de een of andere transportband gezet in de hoop dat het Hermine zou bereiken. Onbewust had ze dat op de juiste manier gedaan, want ze kon niet weten dat alleen ongeadresseerde dingen in het depot voor beschadigde pakketten aankwamen. De porties waren echter, hoewel ik geen veelvraat ben, beslist te klein voor twee personen. Daarom legde ik een briefje bij de ponskaart voor loket 11 toen ik de vuile vaat op de transportband zette. Liefste meisje, je kookt voortreffelijk. Ik zou best een dubbele portie lusten. Je dankbare N. Mijn briefje had succes. Malwine stuurde de kostelijkste spijzen in een hoeveelheid die genoeg zou zijn geweest voor een heerrestaurant. Ik schreef, liefste meisje, je kookt niet alleen voortreffelijk, je bent ook nog een goed mens. Er zal een dag komen, dat beloof ik je, dat ik je persoonlijk mijn dankbaarheid en liefde zal bewijzen. Getekend en...
En na een gebraden kip met gemengde fruitsalade schreef ik... Ik heb je lief. Kusjes van N. Mijn passie voor Malwine groeide van maaltijd tot maaltijd. Maar helaas, met al mijn listige overredingskunst... kon ik Hermine Nitsch niet bewegen de onderwereld te verlaten. Mijn verlangen naar Malwine... en naar mijn eigen sigarettenmerk Alpha X Filter... dat ik in geen van de miljoenen pakken om ons heen kon vinden... deden mij besluiten in mijn eentje terug te gaan. Hermine gaf een afscheidsfuif voor me... waarbij we champagne dronken. Bij kaarslicht toonde ze haar garderobe... die ze met grote zorg had samengesteld. De kleren waren afkomstig uit de meest verschillende landen. Het staat u fantastisch. Oh, vindt u me gek? Nee, nee, nee. U bent een buitengewone vrouw. Wat zouden mijn buren zeggen? Kijk die Hermine. Kijk, ze is heupwegen in haar kangoeroepontjas terwijl ze de vuilnisemmer buiten zet. Je bent geweldig, Hermine, geweldig. Maar van kangoeroes gesproken, wat gebeurt er met dat bewuste pakje uit Australië? Oh, dat... Oh, oh, lieve hemel, dat heb ik al de eerste dag dat ik hier beneden was gevonden. Ja. Dat meent u niet. Mooie detectieve ben jij. Het ligt daarboven op het regaal tussen de andere pakken. Ik wou het niet openmaken. Het is erg zwaar. Veel zwaarder dan de vorige pakjes die me zo stuurde. Dat maakte me nerveus. Een soort moederlijk voorgevoel of weet ik wat... Hij stuurt me al jarenlang papieren vogeltjes, die zijn niet zo zwaar. Maar vandaag of morgen maak ik het heus wel open. De volgende dag, voor zover je in de poppa die over dag en nacht kunt spreken, gaf ik Hermine mijn voorraad ponskaarten en etiketten. Ik nam het blad met de vuile vaat in de ene hand en een ponskaart, natuurlijk een ponskaart voor loket 11, in de andere hand en ging op een transportband zitten. Ik werd heen en weer geschoven, in de hoogte getild, op en neer gehotst, soefde door ettelijke verdiepingen en zo waar afgezet bij het loket van Malwine, die, wat ik in mijn stoutste dromen niet had durven hopen, alleen, want het kantoor was al dicht, zat te wachten op de terugkomst van de vuile vaat. Het engeltje. Waar komt u vandaan? Wat doet u hier? En wie bent u? Engelbert. Engelbert Noes, detective. Oh, hebt u Hermine Nitsch gezien? Wat ik gezien heb, is beroepsgeheim. Is ze daar binnen? Hermine Nitsch? Ken ik niet. Nooit van gehoord. Maar u kookt uitstekend. Ik heb ervan gesmuld. U? Hebt u mijn dankbriefjes niet gekregen? Die hebt u geschreven? Mm-hmm. Ik heb je lief, kusjes van N. Noes? Dat vond ik direct al merkwaardig. Gaat u weg, alsjeblieft. Onmogelijk, wij tweeën hebben nu een geheim. Alleen u weet dat ik daar binnen was. En ik kan uw kookkunst niet vergeten. Parels voor de zwijnen. Goedenavond. Malwine. Wie wegloopt, zou graag willen blijven. Een oeroud criminologisch gezegde. Sloeg Malwine uit woede de deur achter zich dicht... of uit verlegenheid. Ik had op dat ogenblik geen tijd om hierover na te denken. Ik moest eerst naar Frans Jozef. Pomp. Binnen. Meneer directeur. Eindelijk, goddank, u bent veilig terug. Geen Hermine Nitsch, is het wel? Jawel, ik heb haar gevonden. Dat kan niet waar zijn, meneer Loes. Het kan, maar ze wil er niet uit. Stuk ongeluk. Ezel die je bent. Hoezo? Ik heb mijn uiterste best gedaan. Mijn opdracht luidde, mocht u mevrouw niets vinden, doet u dan met haar wat goed voor haar is. Begrijpt u? Nog altijd niet helemaal. Mocht u haar niet vinden, dan zult u daar geen spijt van hebben. Ik heb lang over die woorden van u gepiekerd, maar ik ben er niet uitgekomen. Het gaat niet om de feitelijke, maar om de hogere waarheid in het belang van de poppadie. Het grootste en meest perfecte postpakkettendistributiebedrijf ter wereld kan zich ten eerste nooit vergissen. En ten tweede kan iemand zich onmogelijk dagenlang in haar binnenste ophouden. Ben ik nu duidelijk? Maar juffrouw Hartel heeft gezien dat ik de poppa die uitkwam. Heeft iemand u gezien? Grote genade. Nou ja,
Het beste is maar de zaak dood te zwijgen. Ik kan zwijgen als het graf. Dat is niet genoeg. U moet deze Hermine niets uit uw geheugen bannen. U hebt hallucinaties, waanvoorstellingen, nachtmerries gehad. Prent u zich dat goed in het hoofd, meneer Noes? Wel een half uur lang sprak hij zo overtuigend dat ik op het laatst niet meer wist of ik Hermine werkelijk had gezien of dat ik het had gedroomd. Als tegenprestatie bood Pomp me de levenslange post aan van detective in de lokettenhal. Ik dacht nog over dit aanbod na toen een postbode mij het bericht bracht dat er een pak voor me aangekomen was. Ik rende naar loket 11. Malvine bloosde toen ze me zag, zenuwachtig. Uit verlegenheid of uit liefde gaf ze me een pak. Het was het pak van Hermine uit Australië. Maar haar adres was doorgestreept en het was aan mij geadresseerd. Ik rende terug naar Pomp. Je hebt een pak ontvangen, je hebt een pak ontvangen. Maar wat gaan mij je pakjes aan? Het is het pak voor Hermine Nitsch, doorgestuurd naar mij. Maak open, vlug. Ja. Een zakmes. En een kompas. Is dat alles? Ja, er zouden papieren vogeltjes in moeten zitten. Die interesseren me niet. Een brief. Helaas ligt dat in zo'n kost van een gras. Luister nou. Wij moeten u helaas berichten dat uw zoon, kort voordat hij gratie zou krijgen, bij een vluchtpoging, dus dood. Beste meneer Noes, dat is inderdaad tragisch, maar het gaat ons verder niets aan. Dat ziet u toch verkeerd. Iemand moet mijn adres op het pak hebben geschreven. Dat kan alleen Hermine Nitsch zijn. Dus zit ze nog daar binnen. U vergist zich. Ik heb hier een rapport. Op de afdeling afvalverwerking hebben ze een verschil in de berekening ontdekt. De poppa die meldt, 1,5 ton afval. Volgens de bascule is er echter slechts 1430 kilo weggehaald. Aha. Is het verschil van die 70 kilo op weg van de afvalopening naar de bascule verloren gegaan? Of heeft de poppa die een rekenfout gemaakt? We weten dat de poppa die nooit fouten maakt, dus. Welke conclusie trekt u daaruit? Een afschuwelijke. 70 kilo, dat is zo ongeveer het gewicht van een dame als Hermine Nitsch, snapt u? Ze is niet meer in de installatie. Ik was niet helemaal tevreden met deze oplossing. Maar van het standpunt der posterijen gezien was de hoofdzaak dat het pak terecht was. Ja, ik ben weliswaar detective, maar toch ook een mens. Toen Pomp me geroerd dankte voor mijn aandeel in deze zaak, verzekerde ik hem dat ik onder hallucinaties had geleden en dat de ontmoeting met Hermine Nitsch hoogstwaarschijnlijk een waanvoorstelling was geweest. Ik kreeg meteen de baan als huisdetectieve met recht op pensioen. Maar wat was een toekomst zonder Malvine? Ik vroeg haar daarom een drankje met me te gaan drinken, in de hoop dat drank een stimulerende werking zou hebben op haar tere meisjesziel. Ze gaf aarzelend toe. Je champignons op Malvine. In het kippetje met zijn knappend goudbruin velletje. Maar meneer Noes, we zijn niet alleen. De mensen kijken naar ons. Een velletje om in te bijten. Zoals dat van jou. Die Engelbert. Zeg ja, Malvine. Mijn kookboek is nog van mijn grootmoeder. Zo ouderwets. Ouderwets? Een openbaring. Ik heb er echt niet zoveel verstand van. Kleine Malvine. Schatje. Lieverd. Wees eerlijk. Is Hermine Nitsch in de machine? Nee. Zo waar ik je lief heb. En we werden het eens. Wegens mijn verdiensten voor de poppadie werd onze bruiloft tot nationale feestdag verklaard.
Uit naam van de Popadi waren Frans Jozef Pomp als directeur en Adam Pisa als hoofd van de opsporingsdienst onze huwelijksgetuigen. Het was Malvine's wens dat Hermine Nitsch ook op de bruiloft zou komen. Een begrijpelijke wens, want zonder haar hadden Malvine en ik elkaar nooit leren kennen. Ik schreef: lieve mevrouw Nitsch, wij zouden u graag op de gelukkigste dag van ons leven in ons midden zien. Misschien is het voor u, na het zware verlies dat u hebt geleden, een kleine troost dat ik niet alleen nog altijd uw vriend ben, maar van nu af aan ook uw zoon hoop te mogen zijn. En toen was het zover. De platsoenendienst van onze stad had de lokettenhal feestelijk versierd met planten en bloemen. De collega's zaten allemaal in hun zondagse kleren achter hun loketten. In het midden van de hal stond het altaar en de hele pers was aanwezig. Alleen Hermine Nitsch was er niet. Malvine en ik liepen al over de rode loper naar het altaar, achter ons de getuigen, toen we ineens heel zacht, maar duidelijk, een lied hoorde waar onze haren van te bergen rezen. Hermine Nitsch, ze zit er toch nog in. Dat is niet Hermine Nitsch. Het is de computer die op dat liedje geprogrammeerd is. Heus, liefje. Op dat ogenblik betrad Hermine Nitsch de hal, vorstelijk als een koningin, in een zwarte japon, wegens de rouw maar zoon. En daaroverheen de kangoeroebontmantel als teken van haar vreugde over ons huwelijk. Met een charmante glimlach overreikte ze Malvine een boeket prachtige bloemen, terwijl ze mij toefluisterde. Ik ben met afval meegesleurd. 1 seconde van onoplettendheid en flop, daar ging ik. Gelukkig wist ik toen ik eenmaal buiten was aan de vuilverwerking te ontsnappen. Als jij me niet verraadt, verraad ik jou ook niet. Hardop voegde ze eraan toe. Mijn huwelijksgeschenk heb je al, Engelbert. Een mes en een kompas. Ja, het kompas om niet van de goede weg af te raken. En het mes, mijn lieve zoon, voor noodgevallen. Eindelijk konden we naar het altaar gaan. Malvine zei: ja. Ik zei: ja. En toen nam Frans Jozef Pomp het woord. Hooggeacht bruidspaar. Het bewijs is geleverd dat onze Popadi de meest feilloze installatie van de wereld is. Als staaltje van haar perfectie en kunstvaardigheid zal ze nu een eigen compositie laten horen. Dat was Het Postpakket, een luisterspel van Frans Hiesel, vertaald door Marie-Sophie Nathusius. U hoorde Robert van der Veeke als Engelbert Noes, Janine Schevernels als Malvine Haftel, Jo Krap als Hermine Nitsch. Toeter was François Bernard, Bouriaan Jos Simons, directeur Pomp Frans van den Branden, Pisa Jeff Burm. Verder hoorde u de stemmen van Hilde Sacré, Joris Collet, Geert Lunskens, Emmy Leemans en Marga Nijrink. Studiotechnici waren Frans Janssens, Frans Dierik en Jean-Paul de Preter. Geluidsregie Luc Vierendeels, algemene regie Herman Niels. En er niet uitgekomen. Het gaat niet om de feitelijke, maar om de hogere waarheid in het belang van de Popadi.
Het grootste en meest perfecte postpakkettendistributiebedrijf ter wereld kan zich ten eerste nooit vergissen. En ten tweede kan iemand zich onmogelijk dagenlang in haar binnenste ophouden. Ben ik nu duidelijk? Maar juffrouw Hartel heeft gezien dat ik de papa die uitkwam. Heeft iemand u gezien? Grote genade. Nou ja, het beste is maar de zaak dood te zwijgen. Ik kan zwijgen als het graf. Dat is niet genoeg. U moet deze Hermine niets uit uw geheugen bannen. U hebt hallucinaties, waanvoorstellingen, nachtmerries gehad. Prent u zich dat goed in het hoofd, meneer Noes? Wel een half uur lang sprak hij zo overtuigend dat ik op het laatst niet meer wist of ik Hermine werkelijk had gezien of dat ik het had gedroomd. Als tegenprestatie bood Pomp me de levenslange post aan van detective in de lokettenhal. Ik dacht nog over dit aanbod na toen een postbode mij het bericht bracht dat er een pak voor me aangekomen was. Ik rende naar loket 11. Malvine bloosde toen ze me zag, zenuwachtig, uit verlegenheid of uit liefde, gaf ze me een pak. Het was het pak van Hermine, uit Australië. Maar haar adres was doorgestreept en het was aan mij geadresseerd. Ik rende terug naar Pomp. Je hebt een pak ontvangen, je hebt een pak ontvangen, maar wat gaan mij je pakjes aan? Het is het pak voor Hermine Nitsch, doorgestuurd naar mij. Maak open, vlug. Een zakmes. En een kompas. Is dat alles? Ja, er zouden papieren vogeltjes in moeten zitten. Die interesseren me niet. Een brief. Helaas ligt dat in zo'n koffer van gras. Luister nou. Wij moeten u helaas berichten dat uw zoon, kort voordat hij gratie zou krijgen, bij een vluchtpoging, dus dood. Beste meneer Noes, dat is inderdaad tragisch, maar het gaat ons verder niets aan. Nou, dat ziet u toch verkeerd. Iemand moet mijn adres op het pak hebben geschreven. Dat kan alleen Hermine Nitsch zijn. Dus zit ze nog daar binnen. U vergist zich. Ik heb hier een rapport. Op de afdeling afvalverwerking hebben ze een verschil in de berekening ontdekt. De papa die meldt, 1,5 ton afval. Volgens de bank. Dat mag niet, ze zijn niet van u. Oh, dat kan me niks schelen. Sinds ik hier ben, kan het me niet schelen van wie iets is. Ik neem uit ieder land een pakje mee. Ja. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, zomaar als souvenir. Jammer. En wat er niet allemaal in die pakken zit, hè. Het meeste kan ik goed gebruiken. Ja, maar mevrouw Nitsch. Dat pak daar. Eh? Oh, dat ziet er interessant uit. Dat moet ik hebben. Ja, maar... Dat grote. Ja. Help me even, want het is verschrikkelijk. Ja, geeft u maar hier. Ik neem het wel. Ja. Maar onder protest, hè? Oh, kalm nou. We maken het straks wel open. Ja. Eerst gaan we naar een ander werelddeel. Vooruit. Geef uw hand. Overstappen en vergeet het pad niet. En ik heb het vast. Vooruit. We reizen. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we? Jij, Maria. Maria, Maria. Om eerlijk te zijn, eerst ging ik op al haar avontuurlijke wensen in om haar te kunnen beïnvloeden en haar mee naar huis te krijgen. Maar ik moet bekennen dat het heen en weer gereis met deze geëxalteerde oude dame me steeds beter beviel. Door de adreskaarten en etiketten die ik bij me had, overigens een geniaal idee van me, was het reizen veel makkelijker dan toen mevrouw Nitsch het nog in haar eentje deed en zomaar her en der gestuurd werd. Nu konden we, door onszelf te adresseren, ons doel uitkiezen. Waar zijn we niet overal geweest? Canada, Ethiopië, Israël, Finland, Pakistan, Tibet. Maar heel merkwaardig,
Naar Australië wou ze niet. Ik probeerde haar en mij heimelijk etiketten op te plakken waarop ik Australië had geschreven. Ze merkte het direct. Het was de enige keer dat ze agressief en boos werd. Als Hermine niet een vrouw, maar een man was geweest, had ik korte metten met haar gemaakt. Maar bij een dame, en dat was ze van top tot teen, doe je dat niet zo gauw. Bovendien ben ik in hart en nieren democraat, en van democratisch standpunt uit gezien had Hermine Nietzsche recht op haar woonplaats zelf te kiezen. Waar die ook zijn mocht, ook in het binnenste van de Popadie. Toch was Hermine, dat kon ook niet anders bij een dergelijk karakter, geenszins volmaakt tevreden. Zeg eens, een beetje meer kleur hadden jullie het hier wel kunnen geven. Bijvoorbeeld, ieder werelddeel een andere kleur. Dat moet u eens zeggen. Ja. En er zijn geen wegwijzers. Negeer. Je hebt het dus gezien. Natuurlijk, fantastisch voor zo'n oud mens. Oh, jij, als je denkt dat ik met jou ga eten. Een kleine 2 uur later, toen ik verkleed als schoorsteenveger bij de loketten kwam, merkte ik dat Malvine voor Toeter niet meer te spreken was. Malvine? Boerian, zeg tegen Toeter dat ik hem niet hoor. Toeter, ze zegt dat ze je niet hoort. Maar het is erg belangrijk. Hij zegt, het is erg belangrijk. Zeg hem, dat ken ik, wat hij belangrijk vindt. Dat kent ze al, wat jij belangrijk vindt. En laat er nu verder buiten, ik ben postbeambte, geen doorgeefkast. Het is sensationeel. Hij zegt iets van sensationeel. Oké, dan luister ik in mijn eentje naar het gezang van Hermine. Malvine, Hermine zingt. Zingt? Binnen in de machinerie. Ik heb toch gelijk, Toeter hoort het ook. Waarachtig? Dan niet! Kunt u ons horen? Geef antwoord! Mevrouw Nietzsche, antwoord! Waar zit u? Ik ben Boerjan van Loket 12. Heb je iets nodig? Heb je honger of dorst? Kom op de stem af! Loop hier naartoe! Die joten moet ze nu lopen. Ik zal papieren vogels voor u maken, zoveel u maar wilt. Elke week 5 papieren vogeltjes. Toe komen, mevrouw Nietzsche. Afgelopen. Nu moet Pompels wel geloven, 3 getuigen. Jullie bevestigen het toch? Natuurlijk. Gouden loketten sluiten. En jij, Toeter? Ja hoor, Boerjan, ik ook. Je kunt zoiets toch niet aanhoren zonder medelijden te krijgen. Zelfs onder diensttijd krijg je medelijden als je dat hoort. Dat moeten we Pompa zijn verstand brengen. Ik spurte door de hal. Men heeft mij later verzekerd dat niemand ooit een schoorsteenveger zo heeft zien spurten. Zoefde in de lift naar boven en blokkeerde de lift met een haarspeld. Opdat het opgewonde drietal me niet bij Pomp voor zou zijn. Ik wou rustig de tijd hebben om een opdrachtgever in te lichten over de sensationele wending in de zaak Hermine Nietzsche. Hij ontving mij met een somber gezicht. U weet het al. Wat? Onze machinerie meldt glasschade. Ze heeft scherven van flessen uitgeworpen. Van flessen? Bordeauxwijn. Bedoelt u dat Hermine Nietzsche drinkt? Hebt u me dat horen zeggen, meneer Noes? Diefstal van postgoederen. Er worden merkwaardig genoeg ook postpakketten vermist waarin blikjes groente en kompot zitten. Tevens textiel en kaarsen. Handgedraaide kaarsen uit Bijenwas. De Poppa die zegt er bereid zich over deze verliezen heen te zetten, zolang het bedrijf zijn prestige niet verliest. Dat betekent... Ontroerend. Papieren vogeltje. Ja, ze maakt wel een vreemde indruk. Dat geef ik toe. Juist. Daarom kunt u me geloven als ik u verzeker dat deze krankzinnige oude vrouw met 1 sprong op de transport. Maar wil u me nu heus wijs maken dat een vrouw van over de 60 zich in levensgevaar begeeft om in het bezit te komen van speelgoed? Ja, dat is te belachelijk, meneer Boerjan. En voor u, beste Pisa, is nu wel het definitieve bewijs geleverd dat deze Hermine Nietzsche zich niet in onze machinerie bevindt. Houdt u mij toch goed, meneer Pomp? Tot nu toe is niets bewezen nog meneer meer Pomp. Uw klerenkast. Wat? Uw klerenkast staat in brand. Dat is ten eerste geen klerenkast, maar een geheime archiefkast. En ten tweede staat hij niet in brand, er komt alleen maar rook uit. Rook is meestal brand. Ja, de brandweer. De brandweer. Geef me het brandblusapparaat. Wil ik, meneer de directeur. Nee, geef mij het brandblusapparaat. De inhoud van deze kast is zo geheim dat alleen ik tot blussen bevoegd ben.
En toen gebeurde wat ik daarnet al heb aangeduid. Frans Jozef Pomp bluste me. Ja, dat wil zeggen, hij spoot zoveel schuim door het kijkgat dat niet alleen mijn sigaret uitdoofde, maar ook ik bijna. Ik dank u voor de inlichtingen, juffrouw en meneer. U kunt weer aan het werk gaan. Tot ziens. Tot ziens, meneer directeur. Gelukkig maakte Pomp een einde aan de bespreking. Denk eraan goed opletten of er reacties komen uit de installatie. Ja, anders had ik mijn geheime observatiepost onder de ogen van de aanwezigen moeten verlaten. Maar het ging om de Popadi, niet om mij. Een detective moet vaak lijden. Hoe beter hij is, hoe meer hij moet lijden. Het ging om de eer van het grootste postpakkettendistributiebedrijf van de wereld. Een catastrofe als die Hermine niet zich werkelijk in de machinerie bevindt. Pisa rust niet tot hij erachter is. We moeten hem voor zijn, meneer Pomp. Maar hoe? We moeten eerst te weten komen of Malwine en Toeter die sprong door het loket werkelijk niet hebben gezien of niet hebben willen zien. Ik zal me verkleden als iemand die een pakje wil versturen. Zo kom ik allerlei te weten. Beeldschone loketiste, luister naar mijn teder gefluister. Verdenkt u mij ervan dat ik me vermomd heb? U? Wel, nee. Uitstekend, uitstekend. Dan kan ik een paar onschuldige vragen tot u richten. Ik antwoord graag op vragen. Vooral als ze onschuldig zijn. Hebt u wel eens... Ja? Officieel of heimelijk? Wat? De postpakkettendistributieinstallatie betreden. Pardon. Hier vooruit. Drink. Op je gezondheid. Nou, op uw gezondheid wil ik best drinken, maar weet u wel wat u doet? Daar kunt u een paar jaar de bak voor in. Oh ja? Natuurlijk. Ze hebben mij mijn pak uit Australië niet gegeven. Dus ik moet het halen. Ja. Dus de posterijen moeten voor mijn onderhoud op reis zorgen. Daar zat iets in. En moest niet ook ik in dienst van de posterijen ervoor zorgen dat ik op krachten bleef? Dus at ik en dronk ik geef het toe, van de gestolen postgoederen. Overigens kon ik een gevoel van triomf niet onderdrukken. Ik had mevrouw Nitsch weliswaar nog niet teruggebracht, maar ik had haar dan toch maar gevonden. In ieder geval had ik een deel van mijn opdracht vervuld. En meneer Pomp had gezegd, mocht u haar vinden, dood of levend, doet u dan wat goed voor haar is. Ze leefde nog. En hoe? Maar het menu dat ze samenstelde was afschuwelijk. Alles uit blik. Gelukkig kwam er de volgende dag een dienblad in ons depot aan, waarop de verrukkelijkste spijzen stonden. Champignonsoep, roastbeef met verschillende verse groenten, remouladesaus en rijstpudding na. Van Malwine natuurlijk. Mijn allerliefste Malwine had kennelijk haar belofte gehouden en dit blad op de een of andere transportband gezet in de hoop dat het Hermine zou bereiken. Onbewust had ze dat op de juiste manier gedaan, want ze kon niet weten dat alleen ongeadresseerde dingen in het depot voor beschadigde pakketten aankwamen. De porties waren echter, hoewel ik geen veelvraat ben, beslist te klein voor twee personen. Daarom legde ik een briefje bij de ponskaart voor loket 11 toen ik de vuile vaat op de transportband zette. Liefste meisje, je kookt voortreffelijk. Ik zou best een dubbele portie lusten. Je dankbare N. Mijn briefje had succes. Malwine stuurde de kostelijkste spijzen in een hoeveelheid die genoeg zou zijn geweest voor een heerrestaurant. Ik schreef, liefste meisje, je kookt niet alleen voortreffelijk, je bent ook nog een goed mens. Er zal een dag komen, dat beloof ik je, dat ik je persoonlijk mijn dankbaarheid en liefde zal bewijzen. Getekend N. En na een gebraden kip met gemengde fruitsalade schreef ik, ik heb je lief. Kusjes van N. Mijn passie voor Malwine groeide van maaltijd tot maaltijd. Maar helaas, met al mijn listige overredingskunst, kon ik Hermine Nitsch niet bewegen de onderwereld te verlaten. Zelf zou toveren als u toveren kon. Ik zou mezelf 100 jaar terug toveren. Oh,
Weliswaar moest een pakketpostbeambte toen alles met zijn eigen handen doen, maar hij kon tenminste de wensen van zijn klanten persoonlijk behandelen. Mijn wens is heel eenvoudig. Een pakje. Het zou ook niet gek zijn mezelf met mijn collega van loket 11 ergens heen te toveren. Is ze niet lief? Ja, heel lief. Zover ik het kan beoordelen. Ze heet Malvine. Ah, is dat mijn pakje nu? Nee, onze papa die reageert niet op uw resu. Wat moet ik dan doen? Neemt u het resu maar weer mee. Maar mijn pakket? Ja, ik kan er niets aan doen. Ik ben afhankelijk van de papa die. Wij zijn tegenwoordig nu eenmaal niets anders meer dan de laatste schakel in een machine. Een armzalig schakel. Och, juffrouw, geeft u me mijn pakje. Uw resu? Ik roep u op. Het komt uit Australië per luchtpost. Het weegt 143 gram, de verpakking meegerekend. Die weegt 135 gram. Maar 8 gram inhoud? Van mijn zoon. Hij stuurt elke maand een pakje. Papieren vogeltjes. Hij knutselt ze zelf. Er is bijna geen plekje meer vrij aan mijn zoldering. En dat fladdert naar en zingt. Zingen ze ook? Oh, wat leuk. Ja, hoor. En in elk pak zit ook nog een pitje. Een appelpit of een sinaasappelpit of een andere pit. Die zaai ik. Potplanten zijn in het huis waar ik woon niet verboden. En het groeit maar, het groeit. Ja, het woekert gewoon. Mijn kamer is net een oerwoud, een Australische wildernis. Nee, toch? Daarom doe ik nooit open voor niemand. Ik laat niemand binnen in mijn paradijs. Oh, mijn pakje. Nee, uw resu is teruggekomen. Hier, alstublieft. Maar waar is mijn pakje? Onze papa die heeft het niet kunnen vinden. Weggeraakt? Ja, als dat zo is, zeg het me dan. Uitgesloten, mevrouw. Het is volkomen uitgesloten dat hier iets weggeraakt. Komt u in deze dag nog maar eens langs. Gebroeders Kampoen, vulpotloden, lokaal 13. Ik wil mijn pakje hebben, meneer Boerjaan. Nu direct. U resu. Alsjeblieft. Ik roep u op. Nee, nu moet u eens goed naar me luisteren. Ik heb het resuutje de 5e ontvangen. Ik ben direct met de tram hier naartoe gekomen. Vandaag is het de 9e. Ja, het eten hier in de kantine is niet slecht. Maar iedere dag hetzelfde. 's Ochtends, middags en 's avonds warme worstjes. Ik heb recht op mijn pakket. Zeker, mevrouw, zeker. Begrijpt u me nou toch? Ik begrijp het best. Maar ik kom hier al jaren. Er zijn nog nooit moeilijkheden geweest. Ja, wel dan. Waarom wint u zich op? Een ogenblikje, mevrouw. De kop, Australië. Nog niet, alsjeblieft. En waarom niet? U wilt toch naar Australië? Oh, er is geen haast bij. Dat pakje is op het ogenblik niet zo belangrijk, hoor. Nu snap ik u niet meer. Wat moet ik hier met papieren vogeltjes doen? U moet ze mee naar huis nemen, natuurlijk. Maar ik ben net begonnen de wereld te ontdekken. Ja, dit is heel gevaarlijk en streng verboden. Ik blijf hier. U komt mee. Ik blijf hier. U komt mee. Ik denk er niet aan. We halen uw pak met vogeltjes. Ach, wat. Die vogeltjes zijn maar dode dingen, dat weet ik al lang. Maar ik had thuis zo weinig afwisseling. Hier, hier is alles echt. Hier leef je. Kom, ga maar eens mee. Kom maar. Kom! Daarboven, ja. Net roltrap. Maar mevrouw, niet zo. Kom, niet bang zijn, u moet ontspannen. U hebt toch wel eens op roltrap gestaan, hè? Ja, maar, godsnaam. Vooruit, kom, meneer Noes. Ja, ja, ja. Daar gaan we. Ja, ja. Ziezo, hier zijn we in Brazilië. Goed dat u een zaklantaarn hebt meegebracht. Kaarsen gaan uit met de tochten. Kijk, al die vreemde namen. Pernambuco, Bahia. Vittoria, ai, Maria, Maria van Bahia, Bahia en Vittoria. Ik heb altijd naar Brazilië gewild. Hè. Oerwoud, apen, papegaaien, krokodillen, slangen. Oh, er zullen toch geen slangen in deze pakjes zitten, dood of levend.
Of misschien kleine krokodilletjes. Die zijn zeker snoezig. Oh, ik zou ze voor de kinderen in mijn straat kunnen meenemen om in het bad te laten zwemmen. Dat mag niet, dat mag niet. Ze zijn niet van u. Oh, dat kan me niks schelen. Sinds ik hier ben, kan het me niet schelen van wie iets is. Ik neem uit ieder land een pakje mee. Ja. Niet alleen uit nieuwsgierigheid. Zomaar als souvenir. Jammer. En wat er niet allemaal in die pakken zit, hè. Het meeste kan ik goed gebruiken. Ja, maar mevrouw Nitsch. Dat pak daar. Eh? Oh, dat ziet er interessant uit. Dat moet ik hebben. Ja, maar... Dat grote. Ja. Help me even, want het is verschrikkelijk. Ja, geeft u maar hier. Ik neem het wel. Ja. Maar onder protest, hè? Oh, kalm nou. We maken het straks wel open. Ja. Eerst gaan we naar een ander werelddeel. Vooruit. Geef uw hand. Ja, maar... Overstappen. En vergeet het pad niet. Nee, nee, ik heb het vast. Ja, vooruit. Ik heb het vast. Natuurlijk. Wat moet ik daar doen? Mocht u mevrouw niets vinden, dood of nog levend, doe dan met haar wat goed voor haar is. Mocht u haar niet vinden, dan zult u daar geen spijt van hebben. Daar geef ik u mijn woord op. Een uitspraak als van een orakel. Niet te ontcijferen. Moest ik Hermine niets nou terugbrengen of niet? Als ik haar in de poppa die vond, dood of nog levend. Om mezelf door de machine overal heen te laten transporteren waar ik naartoe wilde, nam ik een stapel adreskaarten en etiketten mee, verder een ballpoint, een zaklantaarn en een paar ponskaarten om me te kunnen laten terugtransporteren naar de lokettenhal. Te middernacht stapte ik, enigszins angstig, doch met goede moed, op de transportband. Hop! Naar Australië. Daar zal Hermine niet wel zitten. Donker. Verdraaid donker. Oeh, een lichtstraal. Dat is gevaarlijk. Van horizontaal naar verticaal. Waarschijnlijk een lift. Gevaarlijk, levensgevaarlijk. Ja. Hé, een laserstraal. De laatste uur is geslagen. Met een spooktrein naar de onderwereld. Oh. Ja. Goed. Als ik geen detective was, zou ik bang zijn. Zij zei. Dag, mevrouw Nitsch. Ja, het is nacht. Ja, het is hier hoe dan ook donker, maar gelukkig, ik heb kaarsen. Wat doet u hier? Ik ben Engelbert Noes, detective. Ah, zo, meneer Noes. Komt u een beetje dichterbij? Gaat u zitten, hier, naast me op die trek. Dank u. Zoekt u ook een pak, meneer Noes? Ik zoek u, mevrouw Nitsch. Mij? Dat is interessant. Ik kom u redden. Wat aardig van u.
Maar waarvoor wilt u me redden? Het gaat me prima. Ja, dat verheugt me. Ik bedoel, dat verheugt de papa die. Maar toch, mijn lieve mevrouw Nitsch, moeten we nu verstandig zijn en ons vlug uit deze gevaarlijke situatie laten wegtransporteren. Gevaarlijk? Maar hoe komt u daarbij? Ja, u hebt natuurlijk al wat meer ervaring dan ik met deze machine. Oh. In deze onderwereld. Maar fijn vind ik het hier nou niet bepaald. Je hebt hier alles wat je je maar kunt wensen. Ik kan het je hier van harte aanbevelen. Alsjeblieft, gaat u nou mee. Ik denk er niet aan. Niet voor ik mijn pakje heb gevonden. Dat is heel belangrijk voor me, weet u. Van mijn zoon uit Australië. Oh, maar dat is geen probleem. Daar kunnen we in een paar minuten zijn. Meent u dat? Ik heb al zoveel werelddelen ontdekt. U hebt er geen idee van hoe opwindend dat is. Steeds van de ene transportband op de andere. Ja. Maar in Australië ben ik nog niet verzeild geraakt. Nou, niets is eenvoudiger. Een etiket voor u en een voor mij. En daar schrijf ik op, Australië. Nog niet, alsjeblieft. En waarom niet? U wilt toch naar Australië? Houdt er dus geen haast bij. Dat pakje is op het ogenblik niet zo belangrijk, hoor. Nu snap ik u niet meer. Wat moet ik hier met papieren vogeltjes doen? U moet ze mee naar huis nemen, natuurlijk. Maar ik ben net begonnen de wereld te ontdekken. Ja, dit is heel gevaarlijk en streng verboden. Ik blijf hier. U komt mee. Ik blijf hier. U komt mee. Ik denk er niet aan. We halen uw pak met vogeltjes. Ach, wat. Die vogeltjes zijn maar dode dingen. Dat weet ik al lang. Maar ik had thuis zo weinig afwisseling. Hier, hier is alles echt. Hier leef je. Kom, ga maar eens mee. Kom maar. Kom! Hup! Daar boven, ja. Net roltrap. Maar mevrouw niet. Kom, niet bang zijn, u moet ontspannen. U hebt toch wel eens op roltrap gestaan, hè? Ja, maar, godsnaam. Vooruit, kom, meneer Noes. Ja, ja. Dat is niet genoeg. U moet deze Hermine niets uit uw geheugen bannen. U hebt hallucinaties, waanvoorstellingen, nachtmerries gehad. Prent u zich dat goed in het hoofd, meneer Noes? Wel een half uur lang sprak hij zo overtuigend dat ik op het laatst niet meer wist of ik Hermine werkelijk had gezien of dat ik het had gedroomd. Als tegenprestatie bood Pomp me de levenslange post aan van detective in de lokettenhal. Ik dacht nog over dit aanbod na, toen een postbode mij het bericht bracht dat er een pak voor me aangekomen was. Ik rende naar loket 11. Malvine bloosde toen ze me zag, zenuwachtig, uit verlegenheid of uit liefde, gaf ze me een pak. Het was het pak van Hermine uit Australië. Maar haar adres was doorgestreept en het was aan mij geadresseerd. Ik rende terug naar Pomp. Je hebt een pak ontvangen, je hebt een pak ontvangen. Maar wat gaan mij je pakjes aan? Het is het pak voor Hermine Nitsch, doorgestuurd naar mij. Maak open, vlug. Ja. Een zakmes. En een kompas. Is dat alles? Ja, daar zouden papieren vogeltjes in moeten zitten. Die interesseren me niet. Een brief. Helaas ligt dat in zo'n korte gras. Luister nou. Wij moeten u helaas berichten dat uw zoon, kort voordat hij gratie zou krijgen, bij een vluchtpoging, dus dood. Beste meneer Noes, dat is inderdaad tragisch, maar het gaat ons verder niets aan. Maar dat ziet u toch verkeerd. Iemand moet mijn adres op het pak hebben geschreven. Dat kan alleen Hermine Nitsch zijn. Dus zit ze nog daar binnen. U vergist zich. Ik heb hier een rapport. Op de afdeling afvalverwerking hebben ze een verschil in de berekening ontdekt. De papa die meldt 1,5 ton afval. Volgens de bascule is er echter slechts 1430 kilo weggehaald. Aha. Is het verschil van die 70 kilo op weg van de afvalopening naar de bascule verloren gegaan? Of heeft de Popadie een rekenfout gemaakt? We weten dat de Popadie nooit fouten maakt, dus. Welke conclusie trekt u daaruit? Een afschuwelijke. 70 kilo, dat is zo ongeveer het gewicht van een dame als Hermine Nitsch, snapt u? Ze is niet meer in de installatie.
Ik was niet helemaal tevreden met deze oplossing. Maar van het... Maar eens langs. Bedankt voor de inlichting. Ik ga nu zelf... Oh, mevrouw niet. Mevrouw niet hier blijven. Dat is verboden weg van die transportbaan. Oh, in hemelse naam, het is streng verboden. Tot ziens, meneer Boerjan. Tot ziens. Na de gewaagde sprong van Hermine Nitsch naar het binnenste van de Popadi, werd ik met het onderzoek van deze zaak belast. Die eervolle opdracht had ik ten eerste te danken aan mijn bekendheid als speurder, ten tweede aan mijn kwaliteiten als transformatiekunstenaar. Ik bezit alleen al 171 verschillende valse baarden. Hierdoor won ik het grenzeloze vertrouwen van Frans Jozef Pomp, hoofd van de directie van de Popadi. Pomp heeft, onder ons gezegd, slechts een representatieve functie, daar de Poppa die zelf de hele leiding in handen heeft. Ze commandeert en controleert immers zichzelf. Pomp liet de employés Malvina Haftel, ach, Malvina, Stefan Tutter en Leopold Boerjan op zijn kantoor komen om van hen te horen hoe die sprong van Hermine Nitsch zich precies had toegedragen. Met het oog op de noodzakelijkheid een dergelijk gebeuren dat de Poppa die zou kunnen schaden voor het publiek geheim te houden. Aanwezig was ook nog Adam Pisa van de opsporingsdienst der posterijen. Een van die vastbezoldigde snuffelaars die volmaakt ongeschikt zijn om het recht te dienen. Ook ik was aanwezig in een archiefkast. Natuurlijk met medeweten van de directeur. Om niet alleen te kunnen luisteren, maar tevens de gang van zaken te kunnen observeren, had ik met mijn zakboordje een gat in de kastdeur gemaakt. Dit gat en mijn hartstocht voor sigaretten van het merk Alpha X Filter waren bijna mijn ongeluk geworden. Ja, vertelt u eens, meneer Boerjan. Wat is er precies gebeurd met die zekere mevrouw Nitsch? Wel, ze is door het loket gesprongen, meneer Pomp. Ze is op de transportband gaan zitten en... Weg was ze. Verdwenen in de remisetunnel. Een sprong door het loket, dat is acrobatiek. Ik weet wat u denkt, die man fantaseert. Maar ik verzeker u, ik heb geen fantasie, geen greintje. En dat niet alleen omdat ambtenaren van de Poppa die geen fantasie hoeven te hebben. Nee. Maar wat ik zie, dat zie ik. Meneer Boerjan, laten we ons op de doorslaggevende vraag concentreren. Is mevrouw Nitsch gesprongen of is ze niet gesprongen? Welke informaties hebt u ingewonnen, meneer Pisa? Volgens de mededelingen van het bevolkingsregister bestaat deze Hermine Nitsch. Ze is een ietsje over de 60. Nu hoort u het, ze bestaat. Haar huisarts vertelde me dat ze weliswaar psychisch een knoop heeft, iets of wat labiel is. En zoals men dat noemt, onder leed gebukt gaat. Maar dat ze fysiek nog bijzonder... Hoort het ook? Waarachtig? Dan niet! Kunt u ons horen? Geef antwoord! Mevrouw Nitsch, antwoord! Waar zit u? Ik ben Boerjan, van loket 12. Heb je iets nodig? Heb je honger of dorst? Kom op de stem af! Loop hier naartoe! Idioot, hoe moet ze nu lopen? Ik zal papieren vogels voor u maken, zoveel u maar wilt. Elke week 5 papieren vogeltjes. Toe komen, mevrouw Nitsch. Afgelopen. Nu moet Pomp ons wel geloven, 3 getuigen. Jullie bevestigen het toch? Natuurlijk. Gouden loketten sluiten. En jij, Toeter? Ja hoor, Boerjan, ik ook. Je kunt zoiets toch niet aan horen zonder medelijden te krijgen. Zelfs onder diensttijd krijg je medelijden als je dat hoort. Dat moeten we Pomp aan zijn verstand brengen. Ik spurte door de hal. Men heeft mij later verzekerd dat niemand ooit een schoorsteenveger zo heeft zien spurten. Zoefde in de lift naar boven en blokkeerde de lift met een haarspeld. Opdat het opgewonden drietal me niet bij Pomp voor zou zijn. Ik wou rustig de tijd hebben om een opdrachtgever in te lichten over de sensationele wending in de zaak Hermine Nitsch. Hij ontving mij met een somber gezicht. U weet het al. Wat? Onze machinerie meldt glasschade. Ze heeft scherven van flessen uitgeworpen. Van flessen? Bordeauxwijn. Bedoelt u dat Hermine Nitsch drinkt? Hebt u me dat horen zeggen, meneer Noes? Diefstal van postgoederen. Er worden merkwaardig genoeg ook postpakketten vermist waarin blikjes groente en kompot zitten. Tevens textiel en kaarsen.
handgedraaide kaarsen uit bijen was. De papa die is echter bereid zich over deze verliezen heen te zetten, zolang het bedrijf zijn prestige niet verliest. Dat betekent, mevrouw Nits moet verdwijnen. Verdwijnen? Ja, uit de hoofden van de employés en als het kan, uit de wereld. Kunt u me volgen? Wat is er aan de hand? Ik had geen tijd meer Pomp op de hoogte te stellen. Ik kon nog net in de geheime kast glippen en de deur achter me dichttrekken voor de drie anderen binnenstormden. Meneer Pomp, er wordt in onze machine gezongen. Gezongen? In onze machine? Des te beter. We kunnen het bezweren, alle drie. We hebben het alle drie gehoord. Daarmee is het bewijs geleverd. Welk bewijs is geleverd, meneer Boeriaan? Dat mevrouw Nietzsche zich inderdaad in onze machine bevindt. Er wordt gezongen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Onze machine zingt. Ze is nu eenmaal een wonder. Waarom zou ze niet kunnen zingen? Het was de stem van Hermine Nietzsche. Dat bewijst niets, juffrouw. Daar onze installatie zichzelf en volautomatisch Waar ligt die woning? Ja, dat weet ik niet. In welk werelddeel? Welk land? Welke stad? Ik weet het echt niet. Wat moet ik dan op het etiket schrijven? Nou, niets. Kijk, het ging zo. Toen ik het eerste pakje openmaakte, werd ik ineens beetgepakt, opgetild en met pak en al op een transportband gezet. Oh, wat ben ik toen geschrokken. En verder? Opeens was ik in een ruimte waar alleen beschadigde pakketten lagen. Begrijpt u? Nee. Het is toch heel eenvoudig. Ik woon in het depot voor beschadigde pakketten. Dus wat moet je doen om er te komen? Ja, hoe weet ik dat nou? Een pakket beschadigen. Het adres eraf scheuren. Zo. Eens proberen. Nu dan. Daar gaan we. Ja, maar... Kom, naar huis. Ja, maar... Joehoe. In gods. Oh. Kom maar mee vooruit. Ja. Ja, ja. Oh. Ben nou hoor, we zijn er bijna. Nog eventjes geduld. Ja, maar hoe is het? Dit tot bij. En nu nog een beetje naar daar. Ja, niks. Ja, dat moeten we ook nog passeren. Ja, ja. Ja, ja. Moet het allemaal niet weten. Hier woon ik. Wat doe ik met uw pakjes? Ja, zet ze maar neer, hè. Ja. Jongens, jongens, wat ziet het er hier uit? Vreselijk. Vreselijk? Ja. Nou ja, mooi is het niet, maar gezellig. En praktisch. Tja. Ik krijg hier alles wat ik nodig heb. Ja, wat een rommel, wat een rommel. Al die kistjes en die pakken en houtwol. Nou, hoe houdt u het uit? Oh. Oh. Het fruit dat er ligt, hè, dat stinkt morgen een uur in de wind. Dan is het hier niet meer. Nee, één keer per dag wordt er opgeruimd. Dan gaat die linkerwand open. En de rechterwand schuift de hele bliksemse boel naar buiten. Ergens heen. Maar grote genade, dan worden we platgedrukt. Dat dacht ik eerst ook. Maar geen paniek, hè, geen paniek. De schuivende wand blijft onder dat regaal daarboven. En op dat regaal woon ik met mijn pakjes. Oh. Daar kan ons niets gebeuren. Je waarste roversnest. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Hè. Blikjes groente, zeep, parfum, wat? Ondergoed, kaarsen, een radio. Ja, batterijen voor de radio heb ik nog niet, maar morgen is er weer een dag. En dat hebt u allemaal bij elkaar georganiseerd. Ja. Ja, met spijt me, mevrouw Nietzsche. Dat kan ik niet goedkeuren. Nou, dan keurt u het maar af, hè. Ik ga eens kijken wat er vandaag allemaal zoal binnengekomen is. Ja. Of uit liefde gaf ze me een pak. Het was het pak van Hermine uit Australië. Maar haar adres was doorgestreept en het was aan mij geadresseerd. Ik rende terug naar Pomp. Je hebt een pak ontvangen, je hebt een pak ontvangen. Maar wat gaan mij je pakjes aan? Het is het pak voor Hermine Nietzsche, doorgestuurd naar mij. Maak open, vlug. Ja. Een zakmes. En een kompas. Is dat alles? Ja, er zouden papieren vogeltjes in moeten zitten. Die interesseren me niet. Een brief. Uh,
Esther, iets wijzen. Helaas ligt dat in zo'n koffer in het gras. Luister nou. Wij moeten u helaas berichten dat uw zoon, kort voordat hij gratie zou krijgen, bij een vluchtpoging, dus dood. Beste meneer Noes, dat is inderdaad tragisch, maar het gaat ons verder niets aan. Nou, dat ziet u toch verkeerd. Iemand moet mijn adres op het pak hebben geschreven. Dat kan alleen Hermine Nitsch zijn. Dus zit ze nog daar binnen. U vergist zich. Ik heb hier een rapport. Op de afdeling afvalverwerking hebben ze een verschil in de berekening ontdekt. De poppa die meldt, 1,5 ton afval. Volgens de bascule is er echter slechts 1430 kilo weggehaald. Aha. Is het verschil van die 70 kilo op weg van de afvalopening naar de bascule verloren gegaan? Of heeft de poppa die een rekenfout gemaakt? We weten dat de poppa die nooit fouten maakt. Dus, welke conclusie trekt u daaruit? Een afschuwelijke. 70 kilo. Dat is zo ongeveer het gewicht van een dame als Hermine Nitsch, snapt u? Ze is niet meer in de installatie. Ik was niet helemaal tevreden met deze oplossing. Maar van het standpunt der posterij gezien was de hoofdzaak dat het pak terecht was. Ja, ik ben weliswaar detective, maar toch ook een mens. Toen Pomp me geroerd dankte voor mijn aandeel in deze zaak, verzekerde ik hem dat ik onder hallucinaties had geleden en dat de ontmoeting met Hermine Nitsch hoogstwaarschijnlijk een waanvoorstelling was geweest. Ik kreeg meteen de baan als huisdetective met recht op pensioen. Maar wat was een toekomst zonder Malvine? Ik vroeg haar daarom een drankje met me te gaan drinken, in de hoop dat drank een stimulerende werking zou hebben op haar tere meisjesziel. Ze gaf aarzelend toe. Ja? Nee, nog niks voor u. Hier is uw resu terug. Lever en zouten en V-loket 12. Meneer Boerejaan, ik heb dat resu toch ontvangen. Het pakje moet dus aangekomen zijn, nietwaar? Inderdaad. Lever en zouten en V, waar blijft u nou? Maar waar uw pakje ligt, op een van de 28 verdiepingen, dat weet alleen de poppa die. Maar luister eens... Ik verzeker u, uw resu is eerder vervals dan dat de poppa die een fout maakt. Geeft u mij die microfoon? Laat uw microfoon met rust. Geef mijn microfoon, mevrouw Nitsch. Een schande. U vergrijpt u aan openbaar bezit. Ik kan u ervoor laten verwijderen. Is mijn pakje nog in uw poppa die, ja of nee? U ziet toch dat het er niet uitkomt. Nu dan. Kom morgen nog maar eens langs. Bedankt voor de inlichting. Ik ga nu zelf... Oh, mevrouw Nitsch. Mevrouw Nitsch, hier blijven. Dat is verboden weg van die transportband. Dat is in zemels, naam het is streng verboden. Tot ziens, meneer Boerejaan. Tot ziens. Na de gewaagde sprong van Hermine Nitsch naar het binnenste van de poppadi, werd ik met het onderzoek van deze zaak belast. Die eervolle opdracht had ik ten eerste te danken aan mijn bekendheid als speurder, ten tweede aan mijn kwaliteiten als transformatiekunstenaar. Ik bezit alleen al 171 verschillende valse baarden. Hierdoor won ik het grenzeloze vertrouwen van Frans Joseph Pomp, hoofd van de directie van de poppadi. Pomp heeft, onder ons gezegd, slechts een representatieve functie, daar de poppa die zelf de hele leiding in handen heeft. Ze commandeert en controleert immers zichzelf. Pomp liet de employés Malvine Haftel, ach, Malvine, Stefan Tutter en Leopold Boerjan op zijn kantoor komen om van hen te horen hoe die sprong van Hermine Nitsch zich precies had toegedragen. Met het oog op de noodzakelijkheid een dergelijk gebeuren dat de poppa die zou kunnen schaden voor het publiek geheim te houden. Aanwezig was ook nog Adam Pisa van de opsporingsdienst der posterijen. Een van die vastbezoldigde snuffelaars die volmaakt ongeschikt zijn om het recht te dienen. Ook ik was aanwezig in een archiefkast. Natuurlijk met medeweten van de directeur. Om niet alleen te kunnen luisteren, maar tevens de gang van zaken te kunnen observeren, had ik met mijn zakboordje een gat in de kastdeur gemaakt. Dit gat en mijn hartstocht voor sigaretten van het merk Alpha X Filter waren bijna mijn ongeluk geworden. Ja, vertelt u eens, meneer Boerjaan. Wat is er precies gebeurd met die zekere mevrouw Nitsch? Wel, ze is door het loket gesprongen, meneer Pomp.
Ze is op de transportband gaan zitten en weg was ze. Verdwenen in de remisetunnel. Een sprong door het loket.